Welkom iedereen bij aflevering 110 van de Hartgras Podcast. We gaan uh, als een uh, speer door al onze afleveringen heen met Henk Spaan, Suze van Kleef en Frans Domeijse. Welkom iedereen. Hoe is de sfeer aan tafel? Die is uh, opperbest. Ja? En ja. Ligt dat aan uh, uh, Feyenoord in de 90ste minuut? Nee, het lag aan het onderwijs, het Nederlandse onderwijs dat we net heb, uh, nou, he, hebben doorgenomen. Je bent helemaal terug in de tijd weer. Ja. Nee, maar er is mooi gevoetbald. Uh, althans, ik ben een blij man als Ajax ziet. Uh, en ik denk dat de rest van de tafel ook redelijk blij is daarom. Ik heb best wel een moeilijke voetbalweek achter de rug, moet ik zeggen. Oh. Ik heb Ajax en PSV in Europa afschuwelijke wedstrijden zien spelen. Ja. Correct. Ja, ik, ik zei net, ik zie Ajax niet zo heel vaak live meer... omdat ik dan altijd in de auto naar een wedstrijd zit... of in de auto, in de auto van een wedstrijd. Om slag dus, te doen voor Radio om, 1. Precies. Dus ik dacht, ik ga er eens even voor zitten. Nou... Dat had ik echt beter niet kunnen doen. Ik ja, kwam er slecht vanaf afgelopen ja. donderdag met Ajax. En met PSV ja. daarna ook. Ook. En vervolgens ga ik de topper zitten bekijken. Vond ik ook niet heel erg Je bedoelt AZ, uh, AZ Feyenoord? Ja, ja. Dat is ook ja. heel slecht. Ja. Dus jij, oh, ja, jij hebt een mooie voetbal blijkbaar ja. week gehad, maar daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ja, ik moet zeggen dat ik ook flink wat bier had gedronken thuis. Ik was in het stadion sinds hele lange tijd weer. Gisteren Ajax. Ja, ja. En ik werk nu bij Radio Veronica en die hebben dus stoelen. Dus ik mag af en toe op een stoel van Radio Veronica en dan mag je dus ook bij een bar met gratis bier. Hebben die skybox? Nee, geen skybox, maar wel op uh, redelijk ja, goede plekken. Het is dus wel op zo'n zacht stoeltje zit ik dan. Met zo'n kussentje. <laughs> ja, dat vind ik echt fantastisch. <laughs> ja, dat is voor mij echt een snoepwinkel. Ik, ik kom niet heel vaak in het stadion. En als ik er naartoe ga, is het altijd wel... Dan ben ik helemaal een beetje gespannen. Is, is dat uh, op de tribune waar de skyboxen zijn of aan de overkant? Nee, volgens mij wel... Daarboven zijn de skyboxen inderdaad. Ja, oh ja. Niet bij Ajax-spelers home daar. Nee, 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 daar mag ik... Uh, nee, zo, zo dichtbij kom je ook weer niet als radio Veronica dj Maar hij, nee, ja, ik heb daar... Uh, ik heb heel erg van Ajax genoten. Misschien is het heel erg met de oogkleppen op, inderdaad. Dat ik een hele fijne... Dat <laughs> denk ik, ja. 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 En nee, jij nee, dat Sparta was heerlijk natuurlijk. Maar ja, goed, dat, dat, dat... Ik dacht ook, is Sparta nou... Misschien toch wel overschat. Want ze, ze dekte wel allemaal op anderhalve meter, zo'n beetje. Kan zijn dat die ajax hier snel bewogen. Maar ik had toch het idee dat Sparta als het ware... Uh, ...de nederlaag al ingecalculeerd had. Nou ja, zeker als je na zes minuten natuurlijk een doelpunt tegenkrijgt. Ja, maar ook na 2-0 blijft met tien man blijven verdedigen. Dus dat is win je ook niet zo gauw meer. Hè? Dus dat, ze speelden natuurlijk wel heel erg Ajax in de kaart, vond ik. En, uh, maar ik, ik had inderdaad wat succes donderdag met de Union. Ik was een beetje down van eigenlijk. Want, het nou, echt, want dat Union, dat stelt eerlijk gezegd ook helemaal niet, niet Heel voor. matig, ja. Maar ik was in het stadion en uh, er was één heel erg groot verschil afgezien van het voetbal. Uh, tussen donderdagavond en gisteren uh, laat in de middag. De sfeer was in één keer weer heel erg goed. Terwijl de sfeer uh, op donderdagavond was zo bedreigend in die arena. Men voelde het al de buil hangen. Nee misschien. joh, de, ze verkopen de seizoenkaarthouders die gaan om een of andere reden niet naar Ajax F Union Berlin. Dus die kaarten worden allemaal verkocht. Maar er is geen enkele controle op de identiteit van de kaartkopers. En toch moet denk ik, Ajax daar toch eens naar gaan kijken. Want uh, niet, niet alleen de Duitsers gooiden met bier, maar die zitten gelukkig achter een groot scherm. Maar er werd me toch gezopen, uh, ik vermoed, gesnoven en ja. met bier gegooid. Dus volkomen abnormaal hoor. Um, Duitsers. Dus het verschil tussen nee, nee, nee. Europees publiek en, en Dag, Europees publiek? Europees publiek, dat zijn pubers met uh, hoodies en uh, hele grote, twee handen vol met bieren. Rechts moeten ze nog aan beginnen, links zijn ze van aan het drinken. Ze, als uh, er een gevaarlijke situatie is, gaan ze altijd staan. Mm -hmm. Seizoenkaarthouders weten, je blijft zitten. Behalve uh, bij een doelpunt, behalve toch? Behalve bij een doelpunt. Dan ga je even staan, dan ga je snel weer zitten. Want achter je roept iemand zitten. En, uh, <laughs> Henk Spaan doet dat. <lacht> <Ja>. <lacht> zitten. En anders kreeg je alsnog een, uh, een biertje. Hier een biertje, biertje ik, schuin voor mij stond een gast. Hij was helemaal niet onaardig. Maar in, wat ik net schets, Dus twee grote bekers bier in zijn handen. En die... Uh, die, die sprong dan op. Maar wat gebeurt er nou met bier als je opspringt? Mm -hmm. Dat gaat over de rand. En dat valt op je buurman. Ja, daar, daar doe je niks aan. Ik was dat niet. Dat was iemand anders die, die voor me zat. En zo was het voortdurend. Je zag opstootjes. Van, Echt? Ja. Gewoon op de, bij supporters onderling, opstootjes. Ja, want als jij uh, een plans bier in je nek krijgt, dan draai je je om. Ja. Tenminste, ik bedreigde niemand. Maar ik zag wel mensen die de biergooier met lijfelijk geweld uh, dreigden. En de stewards hadden zich veilig verschanst? Uh. Uh, ja, maar ja, stewards, hmm. weet je. Je zou wel gek zijn om daar te blijven staan. <coughs> ja. Nee, dat zijn hele. Uh, in het algemeen hele aardige. Uh, mensen van uh, tussen de 35 en 55. Ja, die gaan, niet, uh, gaan zich niet be uh, bemoeien met mogelijke. Uh, Mogelijk opstootje. Maar Henk, ik begreep op uh, het uh, sociale medium Twitter uh, dat jij afscheid neemt van de ga, Europese avonden. Ik, van ik ga Ajax. er ook nooit meer heen. Nee. Nooit meer. Nee. nee. Ook niet als ze volgend seizoen, nou, uh, laten nee, we nee. Even positief uh, doen, uh, je kwartfinale ziet het, Champions League halen. Nee, maar je ziet het. Om te beginnen zie je het veel minder goed. En dan kijk ik liever op de televisie. Wat is ook mijn werk. Ja. En ik ga niet meer in zo'n uh, achterlijke uh, opstand der hoorde sfeer. Ga ik uh, daartussen zitten. Het ziet er altijd zo tuttig uit met die witte vlaggetjes. Een beetje zoals dun, 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 alsof het een tribune vol dun, dun, kinderen zijn. Eigenlijk. Hè? Thuis maakt ja. het de indruk van. Ja, en, ik kan en, het zelf en, niet zwaai je wel serieus? Vlaggetje nemen. Vlaggetje dan ik zwaai ook niet met het vlaggetje. Nee. Okay. Ja, Vindt het wel naar je zin in het stadion verder? Nou, niet. Maar, niet, op die, niet op die Europese avond, maar zoals ja, gisteren was. Gisteren was echt ontzettend leuk ook. En het voetbal was goed. Uh, mensen die begonnen opeens uit te blinken. Tadic, mm -hmm. Bergwijn... Ja. Ja, uh, ja, jawel, voor, zeker. Ja, voor zijn doen. ik nee, luister, hij, doen. Was, ja, hij was. Soms dat de lat een beetje laag ligt. Hij <laughs> voor was Berchlein. energie Ja, vind ik wel. Hij ja, verdedigde mee. De het zeker. Vier keer, dus ja. Maar afmaken kan hij Hoe goed hij was al in het begin van het seizoen, te goed voor de Eredivisie. Nou, daar is er weinig van over. Nee, maar uh, dit is een jongen die gaat terugkomen. En uh, ik vond hem echt, hij was gevaarlijk. Hij uh, is twee of drie keer echt diep gegaan op een lange bal van achteren. En dan controleert hij toch wel, net als Bobby, die, die slagen er dan toch in om die bal te veroveren. In een sprint met een verdediger. Maar ik vond hem echt uh, goed spel. Hij heeft pech dat hij. Uh... Maar wat was er aan de hand met die veel geroemde backs van uh, Sparta? Die waren, die waren er niet. Die zag je eigenlijk helemaal nergens. Ze wel een beetje vleugellam, ja. Ja. inderdaad. Want je kon heel makkelijk over. Uh de zijkant uh, aanvallen. Kudus, die had weer uh, veel uh, ruimte. Bergwijn, die de, zelfs Beren, die toch ook niet uh, heel behendig is, die kwam er toch Rens. steeds goed voorbij. Ja. ja. En uh, het moment met Kudus nog, want ik dacht, ik ben blij dat je er bent. Chef dood. Uh, over die atsu, ja, ja. Over atsu, ja. Ja. die zijn shirt uittrok met daarop. Rip, ja, absoluut. Maar dat vond ik achteraf heel aandoenlijk. Ik dacht, wat zit hij toch gek de hele tijd maar op de goal te schieten? Maar hij wou natuurlijk de hele tijd dat shirt omhoog trekken. Dus vond nou, ik, wel... ik vond het meest aandoenlijke dat hij het zelf duidelijk met een fieldstift ja, ja, erop had had Ja, dat vond geschreven. ik ook ja. zo van heel Thuis, dun hè? zwart ja. fieldstiftje zo. Ja. Oké, okay, ik ga het eens eventjes erop zetten. Kijken. Thuis op flat, in zijn fletje. Nou ja, okay, ja, vaak zijn dit soort uh, eerbetonen worden dan geregisseerd en dan heb je een keurig bedrik. Bedrukt shirt met het slachtoffer erop. Maar hij had gewoon echt thuis zitten, aan tafel zitten freubelen. En hij had het ook zelf bedacht en volgens mij ook niet tegen Heiting gehad. Ja, wel. Ja, wist het. Die zei na afloop dat hij het wist. Ja, maar die zei dat normaal. Dat is toch de trappen nam, omdat ze het zelf in het veld hadden uitgeven. Ja, het werd ook oh, wel hij... gegund, Absoluut, volgens mij. Ja, ja. Want hij ja, staat niet trap. bovenaan de lijst voor de vrije nee. trap. Hallo. En hij ja. werd gescoord uit de vrije trap. Dat is ook al honderd nou, Ik jaar denk ja, dat hij nu wel bovenaan de lijst staat. want <laughs> ja. ik, ik zag ik donderdag een vrije, vrije, vrije de... trap genomen worden door Bergwijn. Bergwijn. Ze nou, ze nou die, die bal, bal die is ja. nog steeds ergens in de lucht, denk ik. Maar, uh, chef dood wil je daar nog woorden aan wijden? Aan Atsu? Ja, ik eerlijk gezegd, ik ken die naam van Vitesse, maar het, hij stond me totaal niet bij als speler. Dus dat vond ik wel gek. Maar ik heb er wel over gelezen, het was ook heel tragisch dat zijn gezin in Londen van in Engeland was achtergebleven. Dat hij heeft een paar clubs in de Premier League gehad. Nou ja, onder andere Newcastle, en dat was wel heel mooi. Uh, ze hebben voor de wedstrijd uh, Newcastle Liverpool, dus een Engelse die ik applaudisseer bij, uh, bij een. Een, uh, hoe noem je zoiets? In plaats van een minuut stilte, ja, overleiden. Ja ja, ja, ja. Gedenken, ja. In memoriam. En dan zag je dus een shot van de weduwe. Uh, die verslaggever zei, ze hebben het vanmorgen pas gehoord. En zij zat dus middags al laat in het stadion. Zo. En uh, zij moest natuurlijk huilen. En dan zie je dat jongste kind naast haar... Die keek zo schuin omhoog. Die had denk ik zijn moeder nog nooit zien huilen. Want die zat echt met hele grote ogen te kijken van wat gebeurt hier. Ja, maar die had papje heb... misschien heel weinig gezien, want ik las dat ja. hij Turkije en in Saudi-Arabië of ergens in Arabië ja. had gevoetbald. Dus en zijn gezin had achtergelaten in Engeland. Omdat ja. Hij geen, uh... Had nog de winnende gescoord, hè, die avond van de aardbeving? Voor zijn ploeg. Ja, een vrije trap geloof ja. ik. Ja. Echt bizar. En hij is de speler van het jaar geworden bij Vitesse toen hij daar speelde, het seizoen. Dat hoorde ik weer, uh, dat, dat vertelde ze bij, volgens mij bij de NOS. Dus hij heeft toch uh, de, de, de goede voetballer. Ja. ja, ik hoorde dat volgens mij in de Vitesse-podcast. Ik verluister altijd zo'n fan-podcast. ik uh, ja, is de, uh, de Vitesse-podcast? Nou, als ik Vitesse doe, wel ja. En dan doe ik God, ook de andere team. Ja, want dat is toch interessant om te horen wat er in de achterban leeft. En niet alleen wat uh, de voetbaljournalisten zeggen. Uh, maar toen, toen hoorde ik inderdaad dat hij uh, uh, speler van het jaar was geworden. Maar toen was het ook een beetje zo van: ja, dat was ook een jaar wat een, ja, <laughs> waar niet heel veel uitblinkers <laughs> in waren. En hij werkte altijd hard. Nee, maar niet, niet om, om het te niet te doen. Ah, maar okay. um, het, ja, dat het niet een, een wereldspeler was. Zo werd er niet op teruggekeken. Maar wel een fijne speler om erbij te hebben ja. dat seizoen. Ja. En uh, overleden door de aardbeving in Turkije en Syrië. Even nog ja. vermelden. Uh, over Vitesse gesproken, die gingen er flink nat tegen Volendam. Met 3-0 eraf. Die yes. kijken allemaal heel moeilijk. Dat niet? Ik vond het nog wel opvallend. Het, het, het FC Volendam waar veel onrust is. Ik heb het al even opgeschreven om te bespreken. Ja. Maar ik denk dat er vooral veel onrust is buiten het veld. Want nee, euh, binnen zeker. het veld gaat het gewoon goed. Maar je achter... eraf als het van Ajax een knappe 1-1 dus. <laughs> Inderdaad, Frans. Mooi toch weer terug naar Ajax gebracht. Ja, ja. Ja, dankzij Eiting of nog Ajax. Ajax achter. Eiting speelt er wel heel soeverein. Hè? Zeker, ja. Ja, ja. Ik geloof dat ze acht oud-Ajax-spelers hebben. Gisteren liet ze een ja, lijstje ja. zien. Ja, zo'n stage. Behalve Sparta heeft geen enkel Ajax-opgeleide speler. Verder, elke ploeg in de Eredivisie heeft wel één of meerdere spelers die opgeleid zijn. Terwijl Sparta zijn wel een samenwerkingsverband heeft met onder 15, geloof ik, of... Nog iets jonger. Ja, ze hebben een deal. Uh, Hugo heeft dat uitgelegd, omdat ze anders leeg gekocht worden, dat ze vrijwillig een paar van die talenten afstaan, zou ik maar zeggen, om te voorkomen dat ze helemaal leeg uh, gekocht worden. Ja, ja. opvallend. Um, Feyenoord dat het nog even over hebben, want is daar daar kampioen geworden op zaterdagavond? De, nee, joh. die, die afzwaaien van Pedersen? Ik denk het wel. Ach, Nou ja. Suze had de uitslag goed, hè? Hallo. Echt waar? Van harte. We krijgen een stuk taart van de vrouw van Henk. <laughs> Kijk. Harriet, ik maar, hoop dat je luistert. Dat is hier uh, oneenigheid. Of in ieder geval, je zijn het niet eens met elkaar. Ja. Nee, ik vind het. Als je kijkt hoe, hoe moeizaam Feyenoord zijn wedstrijden wint, gaan die in de resterende elf, weet ik wat, wedstrijden die nog zijn, zeker punten verspelen. Ze, je ziet ook ze, ze voetballen heel intensief. Ze gaan ook blessures komen. Je ziet het nu al met zonder kuksu, zie je dat middenveld al helemaal. Uh, ja, volgens Van Hanegem was Wiever dan uh, rijp voor Oranje. Maar ik vond het middenveld oh. echt veel minder zonder Kuksu. Ja, dus ja. één wedstrijd geschorst. daar komt nu gewoon weer terug. Ja. Nee, maar goed. Hè, er hoeft maar één... Uh, ja. nee, maar we hebben blessures gaan terug. er komen. daar komt Traouder juist terug. Komt terwijl terug. Geert Rijda ja. daar echt heel goed speelt in het centrum. Dus je kunt je afvragen of Geert Ruida überhaupt nog een basisplek nu krijgt. Rechtsbek. Misschien kon je hem dan op een andere plek ja. uh, neerzetten. Dan haal je -dus eruit. Ja. Okay. Henk heeft uh, vorige week gezegd dat Pedersen er niets van kan. En. <laughs> ik wil dat graag dan even terughalen. Dat ik dus nu denk dat Pedersen. Feyenoord kampioen heeft gemaakt met dit schot. Ja, maar Pedersen weet zelf niet goed wat hij aan het doen was. Dus nou, dat zag je ook wel. <laughs> hij schoot met zijn verkeerde been. En uh, hij werd. Door wie, wie veranderde die bal van dat richting? Weet ik niet. Ja, uh, Iemand van huis. Ah, uh, Carlson. Carlson, Carlson. Ah, ja. ja. Met een acrobatische beweging zelfs. <laughs> Knap. Maar jij denkt het dus van ja. wel, Suze? Ik denk dat ze Feyenoord uh, de grootste kans hebben op de titel. Is juist eigenlijk, om wat, wat Frans zegt, moeizaam, moeizaam. Maar ze winnen wel elke keer. Dus, dus Feyenoord slaagt er toch in niet goed te spelen. Moeilijk te scoren in zo'n wedstrijd. En dan vervolgens, het is de club... Ze hebben al vijf keer in de negentigste minuut een doelpunt gemaakt. Dat is een, een kwaliteit. Ze komen elke keer terug van een achterstand. Dat is ook een kwaliteit. Dus er zit een heleboel veerkracht in... Mentaal zit het heel goed. Nou, mentaal vind ik het bij Ajax dit seizoen niet heel goed. Ik vind het bij PSV stort Slecht, ook gewoon ja. in. Daar ja, gaan we het zo over dus, Nou ja, ik heb Twente gezien <laughs> dit weekend. Ja, die zijn het ook kwijt. Het is hè? ook een De beetje klaar joke. daar. Ja, ja. Dan hebben we nog AZ. Ja, daar geloof ik niet in dat ze... Dat ze maar denk je niet dat Ajax gaan nu gaan wat staan nog op drie punten van Feyenoord? Volgens mij komt Feyenoord ook nog een keertje naar de arena. Ja. 19 maart. Ik, ik denk dat Ajax nog een hele goede kans maakt. Ik On denk computer. dat Ajax kans maakt, maar dat Feyenoord de titel van de titel van. Maar je vergeet is. even het uh, doelsaldo, zus. Als Ajax wint van Feyenoord staat Ajax bovenaan. Ja. ja. Nou, en dan moeten ze de rest ook allemaal winnen natuurlijk, hè? Dat ja. wel. Nergens meer punten verliezen. volgens mij is Feyenoord wel een makkelijk programma. Ja, klopt. Dus in dat opzicht is nee, ja, Dus ze hebben de Moedix al gehad. Ja, het ook, behalve ook Ajax. Ja. Dat wordt wel mooi dan als zij nog steeds op drie ja, punten staan. Geweldig. Moet je zo'n uh, Ajax-Twente gevoel ja, ja, met Siem ja. de Jong die in de inschoot, schoot. Ja. Die zijn kampioen maakte. Um, over de Jong gesproken. Even een bruggetje naar PSV. Luc de Jong daar natuurlijk in de spits. Die echt met zijn ziel onder zijn arm loopt. En best wel kritisch was na afloop ook. Over zijn eigen spelers. Heb je dat interview gezien? Nee. Ik geloof het wel, maar het is net als met zijn spel. Ik, verge, ik vergeet ook vrij snel wat hij gezegd heeft. Over afgelopen donderdag gesproken. Dat, dat, dat zullen balletje door het midden. Terwijl hij ongeveer rechts midden stond ook. Buitenkant voet. hè? Nou, dat was, die leiden zo dat doelpunt in. Ja. En Ocampos hebben we natuurlijk ook nog niet besproken. Die even PSV over de knie legde. Wat een doelpunt. Ja. Uh, maar nee, Luc de Jong en PSV heeft er echt. Ja, om ook van bakken. dat doelpunt dacht ik. Uh, ja. Hoe expres doet hij het? Deze kreeg de schuld hè, van uh, Nistelrooy. Van uh, dat hij hem niet uh, kort genoeg dekte. Ja, en ik denk ook dat Ocampos wel zo om zijn as draaide... dat hij dacht, hey, de, de goal komt voorbij, ik schiet maar. Maar dat was niet, een, het, niet zoals Kudus of, of uh, hè, een technische speler het doet. Het <laughs> was, was toch wel een <laughs> beetje van, ik haal maar uit, had... Uh, het zat er wel heel per ongeluk in, vond ik. Maar die, uh, die hakbal daarentegen... dat had uh, goody achtige proporties. Hè? Oh. Ja, al miste hij wel in eerste instantie... Hè, toen hij hem voor wilde geven. Maar dat... Uh, een Goedelje. Maar PSV is stevend toch... Op, op een vrij matig seizoen. Zo. Ja, het is echt... Uh, als, als een, ander, een andere trainer dan Van Nistelrooy... had er al, had er al ja, lang Ja, maar uitgelegen. dat kan niet. Want we, we, hij is overgehaald... Ja. Hè, door Marcel Brands van Doe Het Nou Wel. En ja. vervolgens heeft die twee, twee beste spelers verkocht, dus ja. dan kan je je trainer er niet uitgooien. Ja, maar het is uiteindelijk bij Ajax ook zo gegaan, toch? Dat hij er wel eens uitgegooid, ook al is Schreuder. Dat ja, 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 vind ik vind het wel onvergelijk. Dat vind ik niet, want, veel want van is de Roy Wilde eerst niet. Uh, ja, hè, dat die is op een gegeven gescheel. moment overgehaald. Ja, dan, dan moet je gewoon achter iemand blijven staan als je die vervolgens ook Schreude nog. Schuurder heeft nou gewoon ja. 16 keer aangebeld. <laughs> Hallo, daar ben nou, ik nee, weer. Nee, nee. Maar ik vind het vergelijkbaar hoe Ajax onder Schreuder voetbalde en hoe. Nistelrooy, Psv onder Nistelrooy, omdat allebei is die verdediging zo slecht. Want ik vond Psv best wel aardig beginnen tegen Sevilla. Ik dacht, nou die, ja. die zetten ze flink uh, met de rug tegen de muur en mooie combinaties. Ze hebben voorin toch wel een paar uh, hele leuke spelers en zeker als Veerman en uh, nou ja, Savić. De, de ja. En als sangareder is, die was het scheelt natuurlijk ook wel als hij ja, dus, er niet is. En, en dat had Ajax ook wel, hè, Toen onder Schreuder, daar zaten toch een aardige dingen in. Maar verdedigend. Je had het gevoel, elke tegenaanval wordt een goal. Maar dat heb, dat ik, heb bij ik bij heb PSV dus Sparta nu. niet gezien, dus daar kan ik niet over. Maar bij Ajax heb ik nog steeds wel dat ik vind dat er uh, enorme gaten vallen oh, achterin. viel dus er heel erg mee. Nee, met Bessie. Ge ja, je maar hebt... tegen Sparta. Ik bedoel, nee, zeker. Hè, maar tegen oh, maar Unie loopt... in Berlijn ja, waren er echt Bessie, genoeg iedereen momenten. Eruit. Bessie loopt iedereen eruit. Ja. En, uh, en, en het is een beetje wat Martinez uh, vorig seizoen deed. En bij, bij PSV heb je het gevoel, als ze eenmaal de bal verliezen op het middenveld... Dat het een goal kan worden. Want wie heb je achterin? Obispo, ja, die, die... Brent Ja, die is niet slecht. Nee, die vind ik helemaal nou, niet die slecht. Die had een rode kaart verdiend met die. Ja. <laughs> maar die was gefrustreerd, <laughs> jongen. Echt. Wat een belachelijke actie was dat. <laughs> zo half hoog. He, met gestrekt been. Ja, maar komen. echt, dat ik even dacht, hebben ze daar ook geen VAR of zo nee. in de Europa League in deze ronde? Maar dat was ja. wel wat. En van Aanold hebben ze natuurlijk nu uh, op de plek van Max. Die, de, uh, Die begon in, heel goed. In zijn debuutwedstrijd was hij heel goed. Ja. He. Ja. Maar gisteren alleen maar misverstanden met Xavi uh, met, uh, daar op de, op de linkerflank. Ook een beetje geïrriteerd was hij weer. Uh, terecht ook. Is hij dan te goed voor PSV, Xavi Simons? Dat, dat hij zich niet helemaal begrepen voelt af en toe? Ja, ik denk dat hij gewoon geïrriteerd was dat het niet, niet liep. En ja. dat, die, dat we dat soort dingen misschien nog niet moeten zeggen. dat ja, weet ik niet. Op zich, hij wordt natuurlijk zo opgehemeld. Ik vond hem zelf ook niet zo goed spelen. Nee. Dus, uh... Uh, daarentegen Gakpo. Die is ja. echt... Uh, On fire. Ja, twee keer gescoord nu. En uh, als Sala jou gaat aanspelen, dan uh, heb je het respect van de kleedkamer. What a difference a week makes, hè? Hier, ja. Want vorige week was het allemaal. Hè, zaten wij ook van, ja, misschien... Uh, stap. Te vroeg, of te hoog misschien wel. Ja, maar hij die twee doelpunten. Ja, en ja, het had er drie kunnen zijn. Want uh, die, die, uh, die goal die Sala maakte, pikte niet af van uh, Gakpo. Er kwam een bal van links, die was ook Gakpo bedoeld. Gakpo. Maar, is het, is het... Gakpo. Hij zegt zelf dat het Gakpo is. Gakpo. <laughs> okay. uh, maar Salah pikte hem die goal af. Maar uh, als compensatie gaf hij hem een, uh, gisteren of eergisteren een superbal bij de tweede paal. Die, die erin kon lopen. En jou, jouw theorie is: ik denk dat die jou klopt, als dat soort spelers je gaan aanspelen, dan, uh, dan word je serieus genomen, laat je het zien op de training en dan hoor je erbij. Dat denk ik ja. En hij is nog steeds basisplaats, hè? Ja, dat, dat is klopt. kan klopt. Ja, en wat je een, moet, een dat is ook wel met blessures te maken, toch? Dus, uh, ja, er, was, er zijn wel blessures, maar. Eens de dood, is de ander brood, toch? Ja. zeker in het voetbal. Ja, het is wel gewoon een enorm grote club waar je in de basis staat, week in week uit. Ja. En ze zijn ook wel weer een beetje, want ze gingen heel slecht, Ze stonden echt ja. op uh, plek 11 of zo. Ja. Ze we zeiden: Nee, wel het, het gaat, ik, gaat weer beter, want uh, Newcastle heeft echt een hele goede score de laatste uh, paar maanden. Die verliezen bijna niks, ze krijgen geen goals tegen. Nee, nee. en nu nee. 2-0, ja. ja. Klap hoor. En, ja. en kun jij het, het raadsel weghoorst voor ons te duiden? Want, nee. Oh, <laughs> ik. ik had er ook een beetje op gehoopt. Ik had er eigenlijk gerekend. Al, toen ik op de fiets hier naartoe zat, heen, dacht ik nou, dat wordt even helemaal ontrafeld. Nee. Maar hij stond zelfs op het middenveld toch afgelopen woensdag? Ja, donderdag. stond op 10. Ja. <coughs> nou, echt optisch gezien is de speler die het laatst verwacht op de nummer 10 positie is weghorst keeper inclusief ja inclusief de keeper ja. precies maar Frenkie was ook heel verbaasd hè. die heeft later ook verklaard dat hij toch niet zien aankomen nee maar dat die dat moest stond direct... hij dan hij op... ja. moest ook echt lachen hij moest op weghorst moest op Frenkie. ja in de Europa, in de ja, Europa ja. League moest uh, weghorst die had de maar bedoeling... dat zie je vaker een hele goede voetballer wordt toch onzeker van een hele slechte dat je bent... niet meer weet waar je op moet rekenen nee, ja je past toch alles kan gebeuren uit. Deze. Ja, ja. Wat grappig. Maar, maar zegt het misschien wat over uh, hè, wat Ten Haag zich allemaal kan permitteren? Ja, zeker. Maar ook het inzicht van Ten Haag. Mm -hmm. Want nog steeds moeten wij nu lachen. En Frenkie de Jong, <laughs> die moest ook lachen. <laughs> Want uh, dat weghorst op hem stond. <laughs> Daar is hij volgens mij nog steeds niet over uitgelachen. Maar, uh, nou, echt knap hoor. Dat Ten Haag dat dan weer lukt. Zoiets. En de opdracht was: irritant zijn. Nou ja. Ja, is het dat is natuurlijk de e Dat is wel onbetwistbaar. Ja. <laughs> <laughs> en gisteren heeft Frenkie een staande ovatie van, uh, ja? van Nou Kamp gehad. toen hij gewisseld werd na een uur. Dat vind ik dan altijd wel bijna ontroerend. Ik ook. Als je ja. het Mooi. leest toch? Als ja. je het leest. Ja, hij kreeg een staande ovatie van het publiek. Hij uh, is ook geweldig, dat hij die, want hij heeft daar niet een makkelijke start gehad. Nee. En eigenlijk ook geen makkelijke, nou niet één start, maar ik denk een aantal eerste jaren. Met die Engel Porta. Ja, nou ja. ja, waar hij gewoon gechanteerd werd ja. door zijn droomclub, dat ja. vind ik toch een ingewikkelde situatie. Hij Absoluut. heeft besloten om daar te blijven, ja. omdat hij wil, daar wilde voetballen. En nu is hij le, le, Jeff. Ik weet niet hoe je dat in het Spaans zegt. En maar dank u. Nee, dat moet ik gewoon niet doen. De chef. De chef. Op het middenveld daar. En uh, krijgt hij een staande ovatie van ja, uh, 90.000 mensen. Nou, ja, ja, dat als wel. de architect van het nieuwe Barcelona. Dat is, ja, maar uh, dat vind ik echt mooi dat, mooi dat zo'n zo zo pure voetballer. Uit Arkel. Ja, ja. moet er altijd even worden bijgezegd. Ja. Ja. Maar het, is wel, het werkt wel. Want altijd als ik nu door Nederland rij langs de snelweg. en ik zie Arkel staan. Hé, hey. jongens. Heb je dat nog bij andere voetballers in plaatsnamen? Of op de kleine plaatsjes? Ja, ja, Dronten. De Zies. Oh ja. Oh, ja. Tovenaar van, ja. van Dronten. Ja. Dat is wel waar, ja. Dat is wel waar. Ik zit even te denken of je die nog verder hebt. De... Joude? Ja, nog van Ah, oh, tuurlijk. Het is de tower. En Betondorp natuurlijk, hè? Kruif hier. Even, Zullen we eens ja, ja. kijken naar de koning van de week? Ik, ik wilde graag een voorstel doen. Uh, nou, ga je, ga je gang, Taric. De Hond mm, honderdste doelpunt voor Ajax gemaakt. Dit, uh, en dus eigenlijk, uh, ja, ja, daarom. Koning van de week. Ik vindt het een erg gekleurde, uh, gekleurde bril? Die ik, ik vind dit een enorme Ajax-keuze, ja. Ja, maar ja, ik schaam me daar niet voor. <laughs> nee, je mag. Ik ga er ook er ook vast... jij mag er zijn. Ik mag, ga er dus een lekker voor. staan. Jou, uh, Frank, ik ga jou een voorspelling doen. Ja. Hij wordt het niet. Nee, <laughs> <don> <laughs> Wie weet het niet, hè? Maar daarom begon hij, denk ik. Ja, dan, ja, dan ja. heeft hij het gewoon gezegd. Ik denk, anders en... ben ik helemaal weggevaagd. Ja. Nou, wie opperen jullie dan? Uh, ja, een box, eigenlijk. Hadden we die vorige week niet? Oh, die vorige week al, Ja, ja, ja. ja twee ja, ja. Weken terug hij of zo. Maar hij maakte mag, een mooie kopbal. Hij, hij, hij maakte wel het verschil bij Feyenoord ja. momenteel. Ja, wat ik ook mooi vond na afloop is dat, ze, dat hij vertelde dat ze daar dus op getraind hebben. Op die, die voorzetten van de zijkant. De omdat hij een paal. lengteverschil heeft met uh, Kekes. En dat, dat zag je. Want nou ja, ik, die ging ongeveer door de grond. Dat, niet, dat, dat lengteverschil was enorm. Het ja. ja. ja, timingsverschil ja. Duwers, was ook nog eens... ook wel een klein beetje. Sure. Ja, nee, maar dat vind ik dan wel mooi. Ja. Dat is dat gewoon heel specifiek op getraind, dus dat was, ik, dat vond ik um, leuk om te zien. Ik kan in weet Bax komen, ik het niet. Want het ook... maar ik ga voor Marcus Pedersen. Nou, dat vind ik eerder dan. Hey, maar hadden ze op die Dilrosen ook getraind dan? Of, uh... <laughs> dat ze daar zelf Ik denk het wel, maar misschien lukt dat wat minder. <laughs> ja. uh, over dat uh, lengteverschil. Hè. Gisteren won Timber twee keer een kopduel van Lauritsen. Daar nou. zit een verschil van 20 centimeter tussen. En Laurits is een goede kopper ook. Ja, absoluut. Dus ik dacht, hij, hij, win, hij verliest elk kopduel, Lauritsen. Dus ik heb naar Hugo, die zat in de studio, zegt, die lange van jullie verliest elk kopduel. Maar dat is dus een totaal vertekend beeld. Omdat Timber twee keer het kopduel won, dacht ik van, hij verliest elk kopduel. Dat was uh. niet zo. Hij heeft toch iets van uh, 70% van zijn kopduels gewonnen, die uh, Lauritsen. Maar uh, omdat het er bijna uh, grappig uitziet, denk je, hij ja, kan er niks van. ja. En hij, hij ging ook in het begin vaak liggen. Hè? Ja. Dus dan kreeg je een set ja. van. Dus jij zegt zo. Koning van de Week, Lauritsen? Nee, 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 al nee, nee, al nee, timber. nee. Ja, ik aarzel. God van de Week dan? God van de Week. Nee, maar ik aarzel een <laughs> beetje. Uh, ik, ik had Sorry. in mijn hoofd Bart Vriends. Omdat ik uh, die was bij Studio Voetbal en toen dacht ik: Deze jongen moet in het voetbal blijven. Want... Hij heeft uh, toch al een podcast en zo? Zeker. Diep, ja. ja, maar de manier waarop als je het niveauverschil ziet tussen hem en wat er verder aan tafel zit, ja. is wel heel erg groot. En, uh, hij heeft ook een master journalistiek gedaan, dus ik heb goede hoop dat hij. Hij was uh, ja. op duwen van dienst, zoals bij Gelie en Sophie. Ja. Maar nou ja, ik weet, uh, je weet het nooit. Kijk, ik zou zeggen als ik de, uh, bij de KNVB werkte, zou ik zeggen van, ik ga eens praten met die jongen of hij iets bij ons kan betekenen, want het is natuurlijk. Hij heeft zo'n persoonlijkheid. Hij is duidelijk leidinggevende capaciteiten. Hij, hij heeft ook een maatschappelijke antenne. Wat ik ook Absoluut. nog wel eens mis uh, in, in, het het top, in het topvoetbal. Ja, klopt. En Zou hij dan niet bij een club uh, directeur moeten worden of zoiets eigenlijk? Ja, ik, ik, ik ja. Ja, Maar hij is KVB gewoon B nog is actief, zo... hè. Laten we lekker nog even voetballen. Hij heeft Was KVB... stond niet ja. in de basis? Ik hij zo. was op nee. ah, geweest ja, er nu. wel in, ja. Jawel, want Hij minuten. zei dat Tadits de beste speler was ja. die ooit tegen voetbal had. En kon hij ook heel goed. De koning van de week. En dat kon die ook heel goed uit koning, misschien. <coughs> Vriends en ja, 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 een koningspaar. Maar hebben jullie? Uh, over koningen van de week gesproken. Hebben jullie uh, uh, minstens misschien een samenvatting gezien van Paris Saint-Germain tegen Lille? Nee, ik heb alleen gelezen dat het 4-3 is geworden. Ja, het was 2-0 voor Paris Saint-Germain. Een onwaarschijnlijk doelpunt van Mbappé. Uh, die uh, twee man tegelijk poortte. Nou, hij poorte er één en ging via een slalom tussen die twee door. Mooi. Schoot hem erin. Uh, 2-0 werd het toen. Uh, Liel kwam op 3-2 voorsprong. Door een megaknal van Bamba als derde goal. En toen brak Mbappé weer los. Maakte de 3-3. En in de laatste minuut mocht Messi een vrije trap nemen. Op uh, 17, 18 meter. Wat denk je? Dat verleer je niet. Uiterste hoek. <laughs> nou, hij deed het beter dan Tadic, dan Tadic in het algemeen. Mm -hmm. <laughs> dus als het om vrije schoppen gaat, ja. Dan moet hij nog veel leren daar iets. Oh, denk absoluut. Ik. absoluut. Ja. Nee, ik wil ook daar iets met Messi vergelijken. Hè. Ho -ho. Dat is, dat, die woorden moesten niet in mijn mond. Maar goed, als het puur om kwaliteit gaat, dan zeg ik Mbappé. Ja, maar je zag je ook tegen uh, die, die wedstrijd, wedstrijd. Tegen Bayern? Tegen Bayern, ja. Toen hij erin kwam, ja. was ineens paris Saint-Germain veel beter. Ja. ja, hij maakte ook twee bui ja. buitenspeldoelen. Maar het is een soort delen. superhuman. Ja. Ja. Dat, ja, samen met het Haaland. Om te Haaland. geloven hoe snel hij is met die bal. Anders, ja, maar hij kan het, echt? anders dan Haaland. Hij kan het echt eens een eentje. Hè? Ja. Hij, ja. hij haalt die bal ergens op en uh, gaat gewoon. Nee, want ik heb die wedstrijd gezien Manchester City. Zaterdag was het geloof ik. Uh, Haaland faalt ook wel echt, hè? Faalt. Bij een <laughs> <woordgrapje>. <laughs> <laughs> Die kop van Henk. <laughs> die weet even niet wat er maar komt ik merk dat we een beetje menig aan het worden Valt het zo in één keer in je hoofd? Ja, het is toch het radio uh, brein, Constant uh, associëren. Het radio Veronica hier. Hè? En dan hebben we nog een uh, Koning van de Week optie. Ja, want we zijn nee, er nog niet over uit. Nee, we zijn nee. zeer verdeeld. Ik heb nog een optie. Zijn dat is uh, wat eigenlijk heel gênant was. Uh, Campos, de technisch directeur van de Paris Saint-Germain, kwam een kwartier voor tijd uh, naast ja. de bank staan... En toen wonnen kwam ze. zich ze er even mee bemoeien. Ja, er, er werd een, een parallel getrokken met dat kruif... dat ooit was ja. gedaan kruif bij Beenhakker. En ja. dat Beenhakker twee weken later ontslagen ja. was. Even die Gautier even uitleggen hoe het echt moet. Ja, ja. 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 en toen wonnen ze. Ja. <laughs> oh. ja. Dat is pijnlijk. Maar om hem naar Koning van de Week te zijn. Nee, maken. nee. En maar... als we het dan toch hebben over buitenlands voetbal. is natuurlijk wat buitenaards is. is natuurlijk Napoli. Ja, ja. toch? Dat ja. Die is toch solo van die kwaraats Ja. ja. ja die hey, hoorde je dat? Ik dacht, gaat hij het zeggen? Ik vind hem heel... Krank. Kan je hem nog een keer reproduceren? kwaratsch Skelia. <laughs> Goed. Ja, en die Osimen. Maar inderdaad... die bal... Oh, ik moet altijd aan Atenmos denken. Uh, die uh, twee, drie maanden geleden zei bij Studio... Bij wat, uh, hoe heet dat programma? Eredit Tribune. Statische spits. Over Osimen. Oh, echt? Statische spits. <laughs> ja. Maar als de Mos iets zegt, dan is het toch een tegenovergestelde? Nee, At he? heeft best verstand van voetbal, maar soms zegt hij iets zonder dat hij het echt weet. Oh ja. Dus hij denkt dan bij het woord spits. Wat denkt op hij zich daar... vaker gebeurt, hè? In de voetbal zeker. Uh, dat is leuk ook, hè? Maar hij, denk... hij het woord statisch. dat valt eigenlijk ja, logischerwijs voor het woord spits. Dus een spits is een statische spits. Op dat moment was dat in het hoofd van Aadza. Hij legt die link gewoon altijd bij het woord ja, statische spits. Ja, ja, ja. ja, die Lauritsen was wel statische spits. Ja. <laughs> koning van de Week, ik ben er nog niet over uit. We kunnen hem ook nog eventjes uh, laten liggen. Hè? En dat we even naar de, de voorspellingen gaan voor de wedstrijden. En dan uiteindelijk de Koning van de Week. Ja, bezen. Union Ajax. Mm. Nou, Susie, jij had... Uh... Dat is komende donderdag, hè? Alles Feyenoord is. AZ goed, dus uh, ik laat jou uh, graag uh, aan het woord is nu. In suus want... onze schildpad of nee, onze ja, uh, kitebus? Ja, 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 precies. Ja, zo, zo zou ik me graag wel zelf willen zien, ja. uh, uh, Want ze heeft gewoon altijd gelijk. Dan kunnen wij ons een beetje optrekken aan uh, suus. <laughs> ik ga dus, hè, naar Berlijn. Oh, oh ja? Dus ja, ja. Voor Veronica. Met zo'n zacht stoeltje ook? Of ja, ik hoop het. Is het een sponsortripje? Dat staat volgens mij nog ja, in de. Kijk, 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 Chenant. Kijk, 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 ja. Hij is nee, een ja, beetje nee. gegeneerd. Nee, ja? Helemaal niet. Wat nee. moet je nee. doen? Hij nee. gaat iets geheims doen. Nee, 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 ik, ga, nee, ik, nee ik ga mee. Inderdaad. Het is betaald. Met Ajax. Het is betaald. Ik, ik, ik ga mee met Ajax. Hij heeft zelf niks overgemaakt. Dat uh, kunnen we wel. Uh, nee, nee ik, ga, ik krijg je geld. Ik ga werken voor Ajax in Berlijn. Ik vlieg met de selectie. Wat moet je doen? Wat moet je doen? Ik presenteer de pre-match. Ik snap nu wel waarom jij Thaddeus als koning van de week wil maken. Even ja, een ja, beetje nou, je inlikken nou, bij uh, nou, de nou, aanvoerder. Nou, toch? Hij heeft 100 goals gescoord in het shirt van Ajax. Dat is toch wel een goed argument? Ik hoorde net ja. Frank zeggen dat hij onafhankelijk was. Maar nou, ik, 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 ik zie hier door. een verschrikkelijk conflict nee, of interest. Ik zei professioneel genoeg. Ik <laughs> <laughs> zei niet onafhankelijk. Ik werk niet bij de nos. <laughs> 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 Union Ajax. Ja. Uh, Schildpad Susan Susan. 2-1. Kutzooi. Maar <laughs> ja, dat ga ik niet meer. Maar doe je ook de post-match? Nee. Hebben ze ook dat, of niet? Is nee. Het is alleen maar pre-match. Pre en wie moet je dan interviewen, Jacques Zwart? Uh, van der Sar. Nee, Jacques Zwart niet. Van de Sar. Hamstra. Uh, Ricardo van Rijn schrijft ook aan. Oudspeler gaat, uh, gaat mee. Ja. Hey, maar jij kan daar uh, geschiedenis schrijven? Door uh, zodanig, laten we zeggen, ik vergelijk jouw optreden daar nu al met het interview met Edith Schippers. Bij uh, nu, oh, dit wil ik zien. Ja, ja. Frank, die ja. op die manier. Ja, ja, Edwin van der Sar het is besloten. We leggen, we leggen de lat hoog, hè? Ja, gewoon besloten. Daarna niet meer. Dan nee. is het in open. Want jij Absoluut. hebt uh, allerlei primeurs bij Van der Sar losgetrokken. Uh, ja, ja. Bedoelt, de, elkaar, de schippers, hè? werd helemaal geslacht op nu.nl. Geweldig. Ja, wat een dom interview weer van haar. Onderschatting, zelf ingenomen ja. CEO gedrag, weet je wel? Allemale. Ja. Maar, ja knikkers maar minder belasting Frank, op alles. Dit is ja. de gesprekslijn die wij willen zien. Ja, dat is ja. goed. Ja, dat is goed. En, heb je nog een vraag die ik moet stellen? Dat je zegt van nou, Ed, Edwin. Dat misschien van de sar achterblijft in Berlijn. Je hoeft, <laughs> nou. je hoeft niet meer terug. Dan ben ik niet met je eens. Ik ook niet. Ik ga je <laughs> niet in mee. Heel Bart Vriend zeker als algemeen directeur. <laughs> oh nee, wie was er voor Bartvriend? Jij heen. Ja. Maar twee-één. Suze. Oké. Okay. <laughs> Kracht van herhaling. Hè? Frans. Uh, 1-2. Uitduel punten tellen niet, hè? Nee. Ik denk 1-1. Denk ja, dan wordt het dus verlengen. En dan gaan we eraf. Dat weet ik dus nog niet. Want het, 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 de stand telt na 90 minuten. Hè? Of 120 minuten. Of 120. Pellen, weet jij dat? Kan allebei. kan allebei? Oh, kan allebei. Ja. Hoe kan dat nou? Dat hebben wij nu ja. besloten. We bepalen zelf. Okay. Ik zeg 1-1. We winnen altijd. Ik zeg 1-1. Ja. En dan penalties. En wat we moeten we ook de... iets over het veld eigenlijk weten? Want toen Feyenoord tegen hun speelde, was dat werkelijk... Er was geen, volgens mij geen stadionverlichting. Er groeide geen grasspriet. <laughs> en, 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 en die tribunes, die, hè, dat waren door betonrot uitgewoonde Alleen een staanplaatsen. Dat dus klinkt echt als een stadion waar Ajax zich enorm lekker in voelt. Stokken er ook naar pis, weet je dat? Ongetwijfeld. <laughs> ja. Ik kan volgende ja. week verslag doen. Heel graag. En dan zit ja. ik hier weer. Ja. Ja. Alleen maar staanplaatsen maar hebben we Maar dat is wel belangrijk. En Ajax is natuurlijk altijd wel een beetje tuttig met. Uh, het veld moet glad zijn. Het gras moet glad zijn als het balletje niet <laughs> goed wordt. een lelijke ja, wedstrijd. Nee, ja. Ja. Een hele lelijke wedstrijd. En dan zijn natuurlijk die, die Duitsers uh, dik in het voordeel. Dat denk ik ook, ja. Lekker Frans. Uh, ik zeg 2-3. Uh, Okay. Zoveel twee. doelpunten. Nou ja, kijk, heb je die verdediging van Union gezien? Ja, 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 maar heb je de verdediging van Ajax gezien? Dus ik denk dat wij er sowieso twee tegen krijgen. En dan ligt alles open en dan wordt het 3-2 voor Ajax uiteindelijk. Het, het wordt eerst 2-0 voor Union ja, en dan 3-2. Dan gaat iets, maar maakt zich even boos. <laughs> ik Werk ik het vind het jammer, jammer dat ik hier volgende week niet zit. Ja, we kunnen, <laughs> nee, je kan, dan moet je hem terugluisteren ik. PSV Sevilla ook nog even doen? Want dat is natuurlijk wel leuk om ja. uh, Europese successen te zien. 0-0. <laughs> ja, ik wou het ook zeggen: 0-0. Ja, want Sevilla duwt niet zijn beste. Ja, Ik nul. kan niks. Oké, 0-0. Zo gaan we gewoon allemaal 0-0 zeggen dat we het <laughs> daar wel over eens zijn. Nee, ik 1-0. Goal, Luc de Jong. <laughs> Je gunt het hem. Ja. Oh, oh. Nee, wedstrijd wordt het. Ja. Ik wou nog wel even. Nog mag ik nog even iets over Feyenoord zeggen? Iets wat mij is opgevallen. Ik, uh, ik dacht twee weken geleden van... Uh, ze wandelen door naar de titel... want Jiménez is opgestaan als oh. een wereldspits. Maar de manier waarop hij die kopbal miste... Ja. van vijf meter... Uh, uh, uh. dat kan toch niet... voor zo'n uh, gelauwerde... Zuid-Amerikaanse spits. Die bal had er echt in gemoeten. Maar ik ben verder wel erg er, er van hem gecharmeerd. Wat? midden amerika uh, Mexico. Oh ja, midden amerika sorry. Maar hij is verder wel een fijne spits, hoor. Ja, dat weet ik. En ik dacht van... ze hebben nu dus een spits... maar... Je moet niet zo'n zo kopbal missen die je op uh, nee, werkelijk. Die had erin moeten ja. Echt? Nou ja, anyway, dit was een terzijde. Dan, het moment supreme. Ik zeg Mbappé. Omdat ik in het Frans sta aankondig? Nee, maar omdat hij gewoon uh, voetbal laat zien. Abnormaal. Zowel tegen Bayern München deze week als uh, tegen Lille. Ik ben altijd zo erg van de Nederlandse velden eigenlijk, om ons Nederlands voetbal ik te kan. vieren. En... Nederlandse velden? Ja, maar. Uh, Want anders kan je elke keer wel iemand uit Messi, de Premier League of weet ik wat halen. Ja. Ja. Of de Bruine. Als je je tot Nederland moet Henk, beperken. Toch als ik me tot Nederland moet beperken. Jij bent toch. Jij bent, met, met, op, op leeftijd mag jij de keuze maken, en ervaring vooral. Kennis. Je hebben toch onze uil. Er zit daar een schildpad, uil. Wil jij nog een dier zijn, Frans? Ja. Liever niet. Oké. Okay. <laughs> Misschien kan Frans ook een keer een interview met Edwin van der Sar doen. <laughs> Welk dier zou je willen zijn? Edwin? Ja, ja, ja. Frans, jij bent schrijver. Uh, wat vind jij ervan dat ze bijvoorbeeld. Uh, dat uh, een uitgeverij zelf besluit om het werk van een schrijver aan te passen? Je bedoelt uh, Roald Daal. Ik bedoel Roald Daal. Ja. En dat bijvoorbeeld dan een zin die luidde. Uh, heksen zijn kaal en daarom dragen ze vaak een pruik, of dragen ze altijd een pruik. En dat ze dan toevoegen, er zijn ook nog andere manieren waarop andere mensen soms een pruik dragen. Andere redenen waarom andere mensen soms een pruik dragen. Wat vind jij van die toevoeging? Verrijkt die het boek? Nee, maar toevoegingen, ja wij zijn toch meer van het schrappen Henk, dus... Ja. Dat, uh... <laughs> Dus ik had het logisch gevonden om dan die hele passage maar te schrappen als je het er niet mee eens bent. Wat? Maar luister, maar, denk je niet dat het een. Dat zei mijn dochter gisteren. Die dacht dat het gewoon een uitermate sluwe marketingtruc nee. is van die uitgeverij. Ja, de uitgever zelf. Het is niet zo dat een of andere college-klas dit heeft bedacht. Van de woke richting. Nee, maar er zit ook een soort. Roald Daal, puntje-puntje-company achter. Writer Company of zoiets. Want hij is natuurlijk zijn rechten zijn ondergebracht in een soort stichting of maatschappij of zoiets en daardoor en die hebben dat voorgesteld. Je kunt het ook niet zomaar doen zonder daar toestemming voor te geven. Het is dus door de erfdaal eigenlijk en met het argument dat daal zelf een keer de Lumba's uit ja heeft gewijzigd. ja, want het waren een soort hottentot. nee, het waren pygmeeën, maar dat was dan vond hij uit donker Afrika. Op zich kan het natuurlijk met chocola enzovoort, die associatie, maar dat vond hij te kolonialistisch. Ja, o, o, na protesten van anderen, hè? Ja. dus hij heeft het niet uit zichzelf gedaan. Nee, eerst heeft hij ze voor naties toch... uitgescholden en toen, <laughs> en toen zag hij in dat het misschien toch wel... Je kunt van mening was. veranderen op het moment dat Zeker. mensen je wat wat maar vertellen. zou jij dat de, doen, de, de Fransen? J. Ja, Kessels heb ik gelezen van je en daar wordt ook hè, het een en ander in geroepen. Dat nou, er wordt voornamelijk veel voedsel uit de snackbar genuttigd. En uh, dat, dat is natuurlijk uh, oh, ja, voor ze... ouders die hun kinderen gezond willen laten eten en groenten ja. en dergelijke. Oh nee, het is geen kinderboek, wat een gelul. Nee, maar die snack, ik inderdaad. zit meteen in kinderboeken te, te, te denken. Nou ja, er komen wel een paar stereotyperingen in voor en ook de assumptie dat de Tilburg eigenlijk een superieure mens is, wat natuurlijk ook dubieus is, vind ik persoonlijk, maar ik laat het toch maar staan. <laughs> Zeker als een weekend carnaval ja. ga je toch altijd even denken van Oké. Okay, uh, mag ik een uh, suggestie doen aan aan jou wijze ja, wijze we, Henk? Dit rol kwam even tussendoor. Ja, ik maar... ook een uh, ja. Ik zou heel graag mee willen gaan met Suze op Pedersen. Ja, dit is... De bal ik, werd van richting veranderd. Precies, dan, dan eerder Carlson, dat hij zo knap... Uh, ja, dat hij de bal in de hoek krijgt. Ik dacht, ik probeer een beetje... Het Je het en, ja. Nee, maar stap met z'n tweeën. Dan ga ik voor Mbappé, gewoon takken. Oh, dan? Maar dan stap ik over naar Jan Baks. oh Oh ja, ja, dan neem ik ook Jan Baks. Oké, okay, ja, dan we ik me aan we, bij je Ja, laten we Feyenoord er doen. Ja. Want, nee, man, die was expres. Die, ja, ja, het, ja, was spien, het was is heel goed. Jou. Okay. Want die kopbal die was echt uh, uh, heel erg goed. was ja, ja, de moeilijkste die, Al ja. die goede aanvallen van Feyenoord gaan ook via hem. Hij is ja. gewoon de meest gevaarlijke speler. Ja, dus is, zie je maar weer dat je een speler de tijd moet geven? Ja. Dat vind ik ook mooi eraan, dat hij ook moeilijke start. Ja, want ik zag op Twitter iemand, zo'n Feyenoord supporter, die noemde hem Jahan Balverlies. Niet goed gevonden. Want Vaaland dan beter? Ja ik, ja, ik ook. Maar hij was ook heel veden. slecht ja, aan Baks toch? <tie> die heel slecht, ja. ja. Net Geen... zoals Dilrossen, die vind ik ook, toch? Ja, Idrici ook. Ja, ook. Die is echt, hij Ajax... Eerst bij AZ was hij goed, toen ging hij naar het Een paar weken geleden was hij wel goed. Ja. Maar hij is nu ook een hele zwaar, want die, die Pesau is veel beter. Paksoi wordt hij genoemd Pax in zoi. het stadion. <tie> 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 Dat vind ik heel grappig. <tie> Goed, uh, is ik er denk nog dat de sensitivity-readers uh... hier uh, <laughs> ja, anders over denken. Uh, heeft iemand nog iets op uh, het hart of het leven? Ja, wel. ik ben uh, uh, overigens met uh, Frans van Mening dat Feyenoord geen kampioen wordt. Oké, staat genoteerd. Wie wel dan? Ajax, natuurlijk. Ik heb gisteren een half uur lang uh, niks gezegd omdat uh, de wedstrijd gestaakt werd waar ik zat. En uh, ik... Ik vond het echt idioot. Maar, uh, niet dat er wedstrijd gestaakt werd, maar ik vraag me echt af wanneer er iets in alle stadions gedaan wordt aan het idiote gedrag van supporters. Ik ben het helemaal met je eens. Go Henk, wordt al, Twente, Henk wordt al weggejaagd uit het stadion? Go het Twente? Ja, nou inderdaad. Als Henk al niet meer naar het stadion wil. Hè? Nou, uh, op Europese avonden hè. Normaal uh, zit ik er gewoon. Maar wat er Een paar Deventer stoeltjes, die kun jij wel hebben bedoel je? Nou ja, dan buk ik. Oh ja. <laughs> Maar nou, Suus, dat... voelde jij je bedreigd? Nee, nee, nee. Want het was, dat is echt in een ander deel van, van het stadion. Ja. Maar ik, ik zit ernaar naar te kijken en het is gewoon van de beesten. Ja. Mensen, mensen gooien vuurwerk naar elkaar. Um, mensen beginnen die stoeltjes te slopen en vervolgens het veld op te gooien. Als er stewards zijn die die stoeltjes komen ophalen om het veld leeg te maken, worden er nog meer stoeltjes gegooid. Ja. Het is de opstand der horden. Ge echt? We, leven, we leven in een wat dat betreft slechte tijd. Was er een aanleiding? Was er nou, een slechte beslissing? Werd er slecht gevoetbald? Of nou, was... de, 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 waar het precies begon? Hè, wie begon met provoceren? Je hebt natuurlijk twee supportersgroepen uh, die tegenover elkaar staan. Blijkbaar de derby van het oosten, die bij sommige mensen enorm leeft. En Twente supporters, nee, Go ahead supporters hadden een aantal spandoeken die dan provocerend waren. Dan wordt er met vuurwerk over en weer gegooid. En dan ga je maar stoeltjes slopen die je gaat Het is gewoon elk, elke minuut werd het erger. Dus ze zitten tegen elkaar op te bieden en te provoceren totdat ze helemaal doordraaien. Ja. Het, ik denk echt, stop maar gewoon om te beginnen alcoholverbod in de stadion's. Echt. Ja, maar het gaat niet over, want die, die komen gewoon al. Ik denk dat de supporters al dronken aankomen. Ja, maar goed, uh, het is in ieder geval dan een gebaar. Dan ben je ook van dat bier gooien af. En ik denk, ik, ik denk echt dat dat vuurwerk moet ophouden. Maar dit ja, is gewoon binnengesmokkeld flauwekul. vuurwerk. Maar, maar wat ik me dus afvraag, want voor de wedstrijd heb je dan een vuurwerkshow. Ja. Dus je normaliseert ook vuurwerk? Ja, dat bedoel ik. Als club ik bedoel... moet je maar gewoon zeggen: dat doen we niet meer, denk ik. Ja, daarom. Geen vuurwerk in de stadions. Wij doen het zelf ook niet. Verslaggever bij Feyenoord uh, AZ die zei in dan die heel teling, geloof, van ISBN die zag niks meer. Nee, maar luister, eerst zegt hij van um, nou, wie hier niet van onder de indruk is, is geen echte voetballiefhebber. Oh ja, ja. Weet je wel? Want voor de wedstrijd hadden ze ook een pyro's. Ja, dan, en toch? een minuut later zegt hij: Ja, dit is wel heel vervelend, want we zien niks meer. <laughs> Hallo? Daarnet was het nog geweldig. En nu is het, nou ja. Maar die spelers ademen toch ook altijd? Tuurlijk, dat ja, echt. En ja. hele fijne stoffen voor die longen. Ja, echt. Dus, dus, nou, ik denk in ieder geval dat. Ik heb er even over nagedacht. Ik denk die clubs moeten er ook gewoon mee stoppen dan. Ja, weg ja. met de Piro. Ja. Dus ze, ze noemen het ook Piro. Ja. Zo. En dat hele disco-gedoe kan dat ook de weg dan? <laughs> <laughs> gewoon lekker voor de andere hazen. Ja, en, uh, ja, en ja maar het heeft wel weet ook, weet ook al, dat soort Caroline. muziek Caroline. heeft, ook een soort werking Caroline. van Caroline. Ja. ja, ja, ik enfin, nou, fijn uh. dat je het nog wel even uh, ter Ja, brengt. want ik zat op de radio en Arman die zat bij, uh, bij PSV Utrecht daar gebeurde ook uh, Alle weer moors, zijn ook, homo's de hadden, hele tijd. Ja, dat en er was ook weer allemaal vuurwerk naar binnen gesmokkeld, dus. Het is gewoon wekelijks, in één of meerdere stadions loopt het uit de hand. Het ja. is toch niet normaal? Nee. En we slagen daar maar niet in om dat binnen normale perken te krijgen. Ik vind het ongelooflijk. Mooi. Mooi statement aan het einde van deze podcast. Of Frans, uh, jij nog iets? Nee, ik sluit me bij de aan. Fijn. <laughs> Wie zei dat? ook Bergwij wij zeiden dat de hele tijd. Hè? Tijdens het, uh, het WK voetbal. Ja. <laughs> Dankjewel voor het luisteren ja. en uh, tot volgende week weer.